Hi, daar ben ik weer. Bij het laatste project van Gorgeous had ik papier over. En daar wilde ik eigenlijk gelijk meteen iets mee doen. Zodat het op is, want anders dan blijft het maar weer ergens hier liggen. En dan blijft het daar liggen en dan blijft het daar liggen. Dus ik had meteen iets bedacht, zodat het meteen lekker opraakt. En er zijn deze twee kleine junk journals geworden. Deze met een harde kaft en deze met een zachte kaft, Midori stijl. Maar laten we beginnen met de eerste. Dat is deze. Hoe groot zijn ze? Volgens mij, hoe groot zijn ze? 11 bij 15? Ja, 11 bij 15. Ze zijn echt kleintjes, echt handformaat. Deze is er ingenaaid. En dit is de voorkant. De zijkant heb ik. De achterkant. Het zit dus vast met de seambinding. Daar heb ik nog wat leuke bedeltjes aan gedaan. Die gaat dus zo open. Lekker makkelijk. Nou, gaat die open. Ik neem een beetje vlug zat door. Niet te veel overal weer stilstaan. Dit is dus de voorkant. Dit zijn twee kleine tags. Dat wil ik eigenlijk jullie eventjes laten vertellen. Want eigenlijk was ik iets anders aan het maken voor de kaft. En dat had ik met papier wat ik allemaal over had. Heb ik allemaal stukjes gemaakt. En met Mod Podge op dun karton gedaan. Daarna nog een keertje eroverheen. Een beetje wat krantknipseltjes gedaan. Maar ik vond het uiteindelijk is het allemaal niet zo gelukt. Maar om weg te gooien vond ik ook weer zonde. Dus heb ik hem in kaartjes gemaakt. Want het is toch van hetzelfde papier. En dit is dus een grote kaart. En bij deze heb ik toch weer net iets anders gedaan. Hier zit een laagje van de spul waar je op tegeltjes doet. Zit hier overheen. En daar kan je dus iets onder doen. Dan kan je ook weer altijd de foto onderuit halen wat je wil. Maar in ieder geval, ik vond het zonde weg te gooien. Dus deze komen dadelijk wel weer een keer ergens in een of ander boek. Dus dat wilde ik even tussendoor vertellen. Dus ik gooi nooit niks weg. Niks gaat verloren. Alle pagina's, die heb ik ook weer. Het is ook een probeersel. Heb ik met waterverf gedaan. Gewoon een pakje papier gepakt. En dan zo lekker dicht op elkaar. Een papieren velletje of 5. En dan zo op elkaar. En dan gewoon met een kwast. En ja, een beetje waterverf. Een beetje lekker kliederen. Daarna een beetje aanknijpen met je vingers. Daarna de velletjes loshalen en laten drogen. Nou, dan krijg je zoiets. Ik had geen zin om koffiepapier erin te doen. Dit is weer met blauw. Hier is een kaartje in. Ik zal een beetje vlug doorheen bladeren. Een beetje gespreid. Een beetje gekrinkeld. Washi tape. Er zit een envelopje in. Een kaartje. Er zit eigenlijk weer van alles en nog wat in. Ik zal niet alle pagina's. Want anders blijft het. Het is ongeveer op hetzelfde neer wat gestempeld. Ander velletje papier erin. Hier zit weer een kaartje in. En hier heb je weer een envelopje met een kaartje. Het zit eigenlijk gewoon hetzelfde als een junk journal. Dus gewoon van alles en nog wat. Plaatjes erin. Gorgeous. Even lekker overal van alles opschrijven. Een kaartje achter doen. Weer een envelopje met een kaartje. En dat gaat zo maar door en door en door. Weer een kleine pocket. Deze kan ook weer af. Nou, voordat je dit weer helemaal volgeschreven hebt, hier heb je nog een envelop. Een kaartje. Er zit weer genoeg in. Zo zie je maar. Geen papier gaat verloren bij mij. Alles wordt gebruikt. Dit vind ik ook geinig. Gewoon een hoekje. Hoe simpel kan het zijn? Daar kan je ook weer een pocketje van maken. En dit is het einde. En zo ziet mijn kleine
Junk Journal van Gorgeous eruit. En zo draait hij weer dicht. Hier is dus de kant waar ik het erin genaaid heb. Ja, ik weet niet hoe dat hier in Nederland noemt. Echt niet. Ik weet het echt niet. Maar in ieder geval, dit is nummer 1. En dan gaan we door naar nummer 2. De Midori. Voor het eerst dat ik het gemaakt heb. Ik heb er wel meteen weer een dikke van gemaakt. Ja, zo ben ik. Ik hou niet van smallen. Dus ik heb er een goede dikke van gemaakt. Dit spul. Het is papier. Maar het voelt aan als een soort leer. Want ik heb hier nog een stuk liggen. Zo ziet het eruit. Als je het koopt. Gaat volgens mij daarmee. Ik weet echt niet meer hoe dat heet. Dan moet ik echt opzoeken hoe het heet. Maar in ieder geval, ik heb er met Mod Podge overheen gedaan. Zodat het een beetje gaat blinken. Zie je? Want dit is mat en dit is een beetje blinkend. En dan lijkt het een beetje op leer. Maar het is geweldig spul om mee te werken. Het scheurt niet. Het is eigenlijk gewoon papier, maar ik vind het geweldig. Nou, in ieder geval, de voorkant heb ik een embellishment aan vast gemaakt. Het zo open. En hier hebben we dus een hele dikke pak met ook van alles en nog wat. Hier zit net iets meer voor het schrijven in. Er zitten ook complete schriften in. Ook weer wat envelopjes, wat kaartjes erin. Leuke kleine tekst erin. Ook weer zo van alles en nog wat in. En er kan natuurlijk nog veel meer in. Zo allemaal leuke. Ik heb er niet te veel plaatjes in gedaan. Althans, geprobeerd. Hier is ook weer een klein kaartje in. Leuke kaartjes. Ik heb er zelf nog wat stickertjes in gedaan. Voor als ik nog wat meer stickertjes erbij wil plakken. Dus er kan zoveel in. En dat gaat zomaar door. Kijk, en dan komen we bij de volgende signature. Als ik het in het Engels goed zeg. En dan heb je dus gewoon echt een schrift. Er kan heel veel in. Dan kom je weer een beetje bij de Junk Journal. Ook weer met kaartjes. Spulletjes waar je zelf nog in kan plakken. Schrijven. Doily. Ook weer stickertjes. Kaartjes. Ja, gewoon te veel om op te noemen. Ik denk dat ik hem lekker mee op vakantie ga nemen. Lekker iedere dag in kunnen schrijven. Wat een lange vakantie dan, als ik hier iedere dag moet schrijven. Maar in ieder geval, je begrijpt het. Oh, kijk, hier zit ook weer een kleine. Er zit ook weer een kaartje in. Daar heb ik ook weer wat stickertjes bij gedaan. Dan kun je weer foto's op plakken. Net waar je wil. En dat gaat zo maar door en door en door. Hier zit ook weer een kaartje in. Volgens mij ook wat stickertjes. Ik zet ook weer wat stickertjes bij. Een beetje aan elkaar. Af en toe een tekstje. Hier zie ik er toevallig in. Een tekstje erbij plakken. Dat doet het ook altijd goed. Hier, het begin van zo'n schriftje. Dan kan je bepaalde hoofdstukken maken. Hier heb je nog een schriftje. Hier zit een kleine pocket. Ik ga er iets in doen. Hier zitten stickertjes. Ik was al stickertjes in het doen, maar ik denk dat is eigenlijk leuker als je tussen het schrijven door wat stickertjes erbij doet plakken. Dus ik heb hem er los bij gedaan. Ook genoeg plaats voor foto's. En genoeg plaats voor in te schrijven. En zo rijdt hij weer dicht. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. In ieder geval, mijn papier van deze blok is nu op. Gelukkig, want anders blijft het maar liggen en ga ik er weer niks mee doen. En ik hoop dat jullie weer leuke ideeën opdoen. En tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Bye bye.